Ik vind het wel een beetje spannend. Ik vind het altijd toch een beetje eng als ze de mannen aan de kozen gaan doen. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve patatties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben René, Sergio die is even aan het werk. Jesse Silver die ligt al klaar in de kinderwagen. En Mojo en Reggie die zitten gezellig hier. En Mojo ga ik vandaag meenemen. Want meneertje wordt geopereerd aan zijn gebit. Hij weet gelukkig van niks. Want de middelste tand moet eruit. Dus ik moet om 8:30 moet ik hem gaan afzetten. Dus ik ben alles aan het inpakken. En dan ga ik hem daar achterlaten. En dan hoop ik dat hij er gewoon helemaal gezond en goed weer uitkomt. Ik vind het wel een beetje spannend. Ik vind het altijd toch een beetje eng als ze de mond aan de kozen gaan doen. Maar ik moet er maar vertrouwen in hebben dat alles goed gaat. Jesse die ligt hier al lekker. Oké, okay, here we go. Mojo. Mojo, hè? Dat is nodig. Ja, dat is nodig, ja. Nou, mondjes afgeven. Ik moet om 1 uur bellen als ik nog niks gehoord heb. Dan weet ze een beetje hoe het ervoor staat. Zo, gaan we mondje weer ophalen. Hé? Gaan we mondje weer ophalen. Hoe gaat ie, liefie? Ja, maar lekker gaan ze. Hoe kan net al buiten gaan, dus. Ah, top. Hij gaat hartstikke goed. Hoe gaat het, Mo? Ben je blij dat je weer mee naar huis mag? Hey, hallo, Piki. Joe. Negeer je mij dat ik je heb achtergelaten bij de dierenarts? Hey. Gaan we lekker naar huis? Kijk, die was al een beetje ongelukkig. Die dacht, waar is Mojo nou? Nou, oké. Okay. I'm getting the silent treatment. Hier blijven. Ik kan er maar bij gaan liggen, jongen. Heb je nog vriendjes? Hey. Tussie? Ja? Moest gewoon even, hè? Ja. En ik voor de gat naar de kier, hè? Love you! Nou, ze zijn weer herenigd, hoor. Hij is weer lekker terug. Ik heb nog wat soort van tandpasta meegekregen. Die moet ik dan onder zijn lippen plaatsen. En vijfstelling. Ze hebben dus die tand eruit gehaald. En dus ook nog een paar andere tanden. Ook een kies verder weg en zo. Dus hij is goed onder handen genomen in ieder geval. Maar ja, soms moet je het gewoon doen. Want we willen hem natuurlijk zo lang mogelijk bij ons hebben in zo'n goed mogelijke staat. Oh ja, het schijnt dus ook nog zo te zijn dat hun gehemelte zo erg geribbeld is door de vorm van hun hoofd en alles. Dat er allemaal haren tussen gaan zitten. En dan ja, ontsteekt dat natuurlijk. Dus dat moet ook wel pijn doen. Ze lopen elkaar echt de hele tijd te likken gewoon. Hij begon net ook al gewoon weer, dus hij leert er niet van. Dus ja, ze zitten lekker in elkaar, zeg maar. Ja. Zo, we zijn helemaal ingepakt. Want vandaag heeft Jesse Silver zijn allereerste fotoshoot klus.
Ja. Nog geen 8 weken oud. Helaas is dat ook het enige wat ik ervan mag vertellen. Dus hopelijk komt er nog... Hopelijk zit hij ook daadwerkelijk dan op een gegeven moment in de campagne. En kunnen we er ook wat van laten zien. Maar voor nu mag ik er helaas helemaal niks over zeggen. Maar we gaan een leuk dagje hebben. Hé? We gaan een ritje maken. Hé. Hey. Hey. Tiele. Dag liefste, dag knappe man, dag sterke man. Dag, Pikkie. Dag, schatje. Ben je verstopt? Ja. Voor de zon. Veilig tegen de zon. Ja. Dit is onze eerste keer naar het strand. Dat is wel even geleden dat we een eerste keer hadden. Ja. Zo leuk. We zijn op de fiets gegaan, want we dachten met de auto dat gaat hem niet worden. En Jesse Silver die zit in de draagzak. En dat gaat prima. Ja, gaat ik was echt bang dat zijn benen tussen mijn benen zouden klemmen, maar dat was niet. Ging gewoon goed. Zoveel zin in. We moeten alleen nog een tentje aanschaffen. Dat lijkt ons toch wel handig. Oh, maar we gaan nu... Wil je toch een strandtent? Nee. Ga ik weer terug de horeca in? Nee. Ik zou het gewoon, gewoon doen. Een lekker... Ik hoor het mezelf zeggen, ik zou het gewoon doen. Gewoon een lekker tentje waar we hem in kunnen leggen en zijn spulletjes en dat hij toch goed beschermt. Oh, kijk dan. Heerlijk. Dan zitten we dan lekker op een doekie. Koffie? Doekie koffie. Jesse Silver is de allereerste keer op het strand. Hij wordt eerste echt keer van velen. Hij wordt echt zo'n Bondi strandwacht. Zie ik helemaal voor me gewoon. Hallo, daar komt iets voorbij. Even kijken, waar is die? Daar is die. Ik zie hem alleen niet. Gefeliciteerd. Ja, ik zie hem niet in mijn scherm. Oh, daar. Nee, wacht. Ja, gefeliciteerd. Nee, 08. Gefeliciteerd. Q8. VV. Noordwijk. Het zal wel verloren weddenschap zijn of zo. Hallo. Dat was het dan weer, de grote wisseltruc. Hang nu bij René. Ja, het is lekker weer en zo. En wij denken, we hebben een baby, dus één grote zandbak, dat is leuk. En ja, Jesse die heeft zoiets van. Waarom is het ineens zo koud? Ja. Ja, het windje van de zee is toch nog net een beetje te fris. Ja. Dus... Ik nog niet dat hij echt iets kan. Dus we hebben natuurlijk een heel romantisch idee van...
hè, met die kleine naar het strand, in het water zitten en zo. Nou, ja, dat had ik nog niet gedaan, zo. Nou, het kan wel. Het kan wel. Alles kan. Als je let heb je. Ja. Maar we hebben ze wel even gewoon. Ja. Zijn voetjes in het zand. Voetjes in het zand. Even aarde. Hij heeft een flesje gedronken. En nu gaan we naar Delft. Ook gezellig. Ja? Zeker.